Hey, kijk, Einstein op de fiets. Wist je dat als je naar de tijd kijkt, het afhangt of je beweegt of dat je stilstaat? We noemen dat tijdrek. En wist je dat als je kijkt naar iets wat beweegt, dat het dan inkrimpt? We noemen dat lengtekrimp. Twee aspecten van de relativiteitstheorie die we nu gaan bespreken. We beginnen met een filmpje. Je merkt het, je zit in de trein en je ziet de trein naast je vertrekken. Of beweeg jij? Dat is altijd een vraag. Twee treinen en beweegt nou de ene trein of beweegt de andere trein? Het is soms heel moeilijk te bekijken wie van de twee beweegt als jij in de trein zit. Oftewel, beweging is relatief. Zit jij stil in de trein waar je zit en beweegt de andere trein? Of beweeg jij en staat de andere trein stil? Het hangt maar af in welke trein je zit, of je beweegt of niet. Je kunt het ook anders zien. Als je op de aarde staat, dan sta je stil en zie je de zon om de aarde bewegen. Maar als je buiten op een ruimteschip staat, dan zie je het aan de zon. Dan zie je dat de zon stilstaat en zie je dat de aarde beweegt. Oftewel, beweging is relatief. Het hangt echt af waar je staat als je het aan het waarnemen bent. Oftewel, belangrijk is de waarneemplek. Is trein A, of trein B, of de aarde, of een ruimteschip? De waarneemplek noemen we inertiaal stelsel. Dus een inertiaal stelsel is dus de ruimte waarin je staat als je iets waarneemt. We gaan even een experiment uitvoeren. We pakken de trein weer en op de trein plaatsen we een motorrijder. En die motorrijder die staat stil, althans ten opzichte van de trein staat hij stil. De trein zelf laten we bewegen met 20 meter per seconde. En dat gaan we bekijken, de waarneemster. Ja, en de waarneemster heeft dus een inertiaal stelsel en ze staat, nou ja, laten we maar naast de rails laten staan, niet op de rails, anders is een beetje sneu. En ze kijkt naar de motorrijder. De motorrijder die stilstaat op de trein. De trein gaat rijden richting waarnemster. En wat ziet de waarnemster? Ze ziet de motorrijder met 20 meter per seconde naar haar toe bewegen. Goed. Nog een keer. Maar nu gaat de motorrijder zelf ook rijden op de trein. Hij gaat met 5 meter per seconde vooruit rijden. Wat zal nu waar worden genomen? Wel, ze ziet de motorrijder naartoe gaan met 25 meter per seconde. Ja, het is het optellen van de twee snelheden. Maar nu iets anders. Geen motorrijder, maar iemand met een zaklantaarn. En je kijkt naar het licht uit de zaklantaarn. En zoals je weet, licht gaat met een snelheid van 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Wat wordt waargenomen? Het licht komt richting waarnemer en die ziet het licht bij haar komen met die 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Goed. Nu laten we ook de trein bewegen. En we laten de trein bewegen met een enorme snelheid, namelijk 1/3 van de lichtsnelheid. 1 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Wat wordt er nu waargenomen? Let op, licht gaat weer. En wat neemt ze waar? Niet 4 keer 10 tot de macht 8, maar ze neemt weer hetzelfde waar, namelijk 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Het maakt niks uit als de zaklantaarn zelf ook bewoog of niet. De lichtsnelheid is altijd 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. En het maakt niks uit waar
de waarnemer zich bevindt. Het maakt ook niets uit als de waarnemer zelf ook beweegt. Ja, op dit moment bijvoorbeeld, die waarnemer gaat ook met 1/3 van de lichtsnelheid richting trein. Ook dan nog steeds neemt ze het licht waar met 3×10⁻⁸ meter per seconde. Het is volledig onafhankelijk van het inertiaal stelsel waarin je je bevindt. Is dit puur een gedachtespinsel, een gedachte-experiment? Nou, dit natuurlijk wel, maar het is in het echt wel bewezen. En dat is bewezen in het Michelson-Morley-experiment. Ja, het is dus niet zomaar een theorie. Nee, het is ook daadwerkelijk aangetoond dat de lichtsnelheid constant is, altijd 3×10⁸ meter per seconde. En dat heeft consequenties. Namelijk consequenties voor wat er in een bewegend voorwerp gebeurt. We gaan weer naar de trein kijken. We zoomen wat in. En wat zien we? Er staat 1 in de trein. En die persoon die heeft een klok bij zich. Niet een normale klok. Nee, het is een klok met een slinger. Geen normale slinger. Nee, de slinger is eigenlijk een lichtstraal die heen en weer gaat tussen twee spiegels. De twee spiegels die staan op een afstand d van elkaar. En wat is nu de slingertijd, de trillingstijd van deze klok? Dat is de tijd die een lichtstraal doet om heen en weer te gaan. Oftewel, de trillingstijd is afstand gedeeld door snelheid. Oftewel, 2d gedeeld door snelheid. En de snelheid is de lichtsnelheid. En die wordt afgekort met c. We gaan ook iemand buiten de trein zetten. En die kijkt dus naar de klok die in de trein staat. En de trein die beweegt. En de klok tikt door. Je zou zeggen van, nou, niks aan de hand, maar er is wel iets aan de hand. Want degene die in de trein staat, die ziet de klok en die ziet dat de klok, de slinger, die gaat echt loodrecht op en neer. En het loodrecht op en neer zal ook op en neer blijven als de trein beweegt. Maar als de trein beweegt en je staat naast de trein en je kijkt naar de slinger, wat zie je dan? Dan zie je dat hij niet op en neer beweegt, maar hij gaat, omdat hij met de trein meegaat, diagonaal naar beneden toe en diagonaal omhoog. En dat betekent dus dat de afstand die de lichtstraal aflegt in de trein zelf, voor de waarnemer die in de trein staat, is d. Maar als je buiten de trein staat, dan zie je dat die lichtstraal een andere afstand aflegt. Namelijk een grotere afstand. Kortom, in de trein is de slingertijd gelijk aan 2d gedeeld door c. Maar als je buiten de trein staat, dan is de slingertijd 2d accent gedeeld c. En die c, de lichtsnelheid, is altijd constant. En betekent dus, omdat de afstand in de trein korter is dan de afstand buiten de trein, dat dus dan, als je buiten de trein naar de klok kijkt, dan zie je dat die klok langzamer tikt. Oftewel, iemand die buiten de trein staat, die zal zien dat de tijd trager verloopt in de bewegende trein. In de trein zelf, dat noemen we het ruststelsel. Goed, wat houdt dit precies in? Stel je voor, er is een ruimteschip en daar zit een waarnemer op, waarnemer R, de R van ruimteschip. En die beweegt met een bepaalde snelheid, maar beweging is altijd ten opzichte van iets en we nemen het ten opzichte van de aarde. En daar staat waarnemer A. En op aarde heeft men een klok. En die heeft een bepaald tijdsduur, stel je voor 10 seconden. Maar die 10 seconden op aarde zal in het ruimteschip geen 10 seconden zijn, want in het ruimteschip wat beweegt, gaat de tijd trager.
Ja. Dus in het ruimteschip is de tijd anders. Stel je voor, op aarde duurt iets 10 seconden. In het ruimteschip is het slechts 5 seconden. Dat betekent dus dat deze gammafactor 2 is. En deze gammafactor is afhankelijk van hoe groot de snelheid van het ruimteschip is. En hoe kun je die gammafactor berekenen? Met deze formule. Redelijk complexe formule. Je kunt het ook afleiden. Valt even buiten deze presentatie. Het wordt ook wat te wiskundig. Het gaat meer om dat je hem kunt gebruiken. Maar stel je voor, het ruimteschip staat stil. Dat betekent dus dat de tijd buiten het ruimteschip en in het ruimteschip gelijk moet zijn. Want ja, ze staan beide stil. En inderdaad, als je voor V 0 invult, dan zie je dus dat de gammafactor 1 is. Oftewel, TA is dan gelijk aan TR. Als het ruimteschip behoorlijk sneller gaat, bijvoorbeeld een kwart van de lichtsnelheid, en je vult dat in, dan zul je zien dat de gammafactor nog maar net boven de 1 is. Het is niet verwaarloosbaar, maar toch, het is ook niet ontzettend indrukwekkend. Anders wordt het als je de snelheid nog meer opvoert en dat je 1/18 van de lichtsnelheid hebt. Dan gaat de tijd 1,6, 1,7 keer zo traag in het ruimteschip. Benader je de lichtsnelheid, 0,99 c, dan krijg je een gammafactor van 50. Dat betekent dus dat de tijd in het ruimteschip 50 keer zo traag gaat als op aarde. En hoe verder je de lichtsnelheid benadert, hoe groter die gammafactor wordt. Benaderen, je kunt de lichtsnelheid zelf niet bereiken. Want wat zou gebeuren als je de lichtsnelheid bereikt, iets wat dus in de praktijk en in theorie niet mogelijk is, nou, dan krijg je dat de gammafactor oneindig groot wordt. Want je gaat dan delen door nul. En als gamma oneindig groot wordt, dan betekent het eigenlijk dus dat de tijd in het bewegend ruimteschip stilstaat. Eventjes nog een praktijkvoorbeeld. Stel je voor, je hebt een tweeling. Beiden natuurlijk even oud, 30 jaar. En je ziet al aan het pakje, ja, de een is een ambtenaar en de ander is een avonturier, een astronaut. En de astronaut die stapt in de raket en vliegt weg met een snelheid van 0,8 c. En 0,8 c betekent dat in zijn ruimteschip de tijd 1,67 keer zo traag gaat als op aarde. En als na 50 jaar wachten eindelijk de avonturier terugkomt en ze ontmoeten elkaar weer, de tweeling, dan zul je zien dat ze beiden ouder zijn geworden. Natuurlijk, degene die op aarde is, is 50 jaar ouder geworden. Oftewel 80 jaar. Maar omdat de tijd in het ruimteschip trager is verlopen, zal hij ook minder oud zijn geworden. Degene die in het raket heeft gezeten, die in het ruimteschip heeft gezeten. Hoeveel? Wel, tijd aarde en tijd ruimteschip. Oftewel de aarde 50 jaar, de gammafactor 1,67. Oftewel in het ruimteschip is er slechts 30 jaar verlopen. Betekent dus dat de tweeling niet meer even oud is. 60 jaar en 80 jaar. Het is een rechtstreeks gevolg van de relativiteitstheorie. Een rechtstreeks gevolg van dat lichtsnelheid constant is. Maar er is meer. De ambtenaar die heeft duidelijk gezien dat het 50 jaar duurt voordat de raket weer terugkomt. Oftewel, vanaf zijn stilstaande aarde heeft hij gezien dat hoeveel ruimte heeft de raket afgelegd. Nou, afstand is snelheid keer tijd. De snelheid is 0,8 c. De tijd 50 lichtjaar. Oftewel,
De ambtenaar ziet dat de raket 40 lichtjaren heeft afgelegd. Maar, volgens de astronaut, heeft hij maar 30 jaar gereisd. Oftewel, als hij vanaf zijn zitplaats door het raampje kijkt, en hij ziet van, hey, hoeveel ruimte heb ik afgelegd, dan zul je dus zien dat, omdat hij dus maar 30 jaar heeft gereisd, dat hij 24 lichtjaren afstand heeft afgelegd, volgens hem. Ja, volgens de ambtenaar 40 lichtjaren. Dus, dit is heen en weer. Dus, de raket vertrekt vanaf de aarde en halverwege heeft hij volgens de aarde 20 lichtjaar afgelegd. Ja, totaal 40 lichtjaar, maar hij moet ook weer terug. Ja, dus de heenreis zie je vanaf de stilstaande aarde dat hij 20 lichtjaar afstand heeft afgelegd. Maar vanaf de bewegende capsule zie je niet een ruimte die 20 lichtjaar groot is, maar die slechts 12 lichtjaar groot is. En dat verschil, dat noemen we lengtekrimp. Als je beweegt, dan zul je zien dat je een voorwerp korter waarneemt dan wanneer je stilstaat. Ja, let op, alleen afstanden die in dezelfde richting is als de beweging. Ja, dus deze afstand die zal zowel voor aarde als voor de bewegende capsule even groot zijn. Het is alleen in deze richting, in de richting van de beweging, worden afstanden korter waargenomen zodra je beweegt. Goed, we hebben weer de waarnemer in het ruimteschip. Die heeft weer snelheid ten opzichte van de aarde. En je meet een bepaalde afstand op aarde. Ja, dus stel je voor je meet een meter. Ja, dan zul je zien dat de afstand die B meet, dat die kleiner zou zijn. Oftewel, hè, stel je voor, die gamma factor was weer 2, dan moet je dus nu delen door 2. De gamma factor is nog steeds hetzelfde. En bij 0 meter per seconde is mijn gamma factor weer 1. Want als je stilstaat ten opzichte van de ander, zul je precies dezelfde afstand meten. Hè? Maar ook hier weer natuurlijk nog maar 25c. Is mijn gamma factor 1,03. Oftewel, je zult inderdaad zien dat als je het beweegt dat die korter is, maar het is nauwelijks de moeite waard. Maar ook hier natuurlijk al die andere zaken wel. Het mooiste is natuurlijk weer van, als de snelheid gelijk is aan de lichtsnelheid, ja, in theorie onmogelijk, maar het is wel leuk om over na te denken, dan is gamma oneindig groot. En betekent dus dat de waarnemer in het ruimteschip alle afstanden kijkt naar nul. Onvoorstelbaar. Dus kijk je naar de sterrenhemel vanuit de aarde of kijk je naar de sterrenhemel vanuit de bewegende raket. Prachtige relativiteitstheorie. Kun je nagaan wat deze mensen zullen zien? Tot ziens.